Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met veel bewolking. Er is weinig ruimte voor opklaring en uit die bewolking valt ook behoorlijk wat neerslag. En ook in onze omringende landen ligt die bewolking klaar. Betekent dat opklaringen nog niet direct heel dichtbij zitten. Velle buien komen ervoor en die trekken van zuid naar noord over het land en vooral de oostelijke helft van ons land heeft daarmee te maken. In korte tijd veel regenwater, hier en daar ook wat onweer. En die onweerskansen zijn de komende uren vooral groot in Drenthe, Groningen en ook delen van Friesland. Want het gebied boven Duitsland wat aankomt en wat actiever lijkt te worden, nou dat wordt niet zozeer actiever, maar komt meer in het bereik van onze radar, zodat we het beter kunnen zien. En daar zitten echt felle complexen bij. Voor vanavond wordt het langzaamaan wat droger. Als eerste in het zuiden en westen en geleidelijk aan ook in het oosten en noordoosten. Temperaturen liggen iets onder de 20 graden en het begint langzaam ook wat op te klaren. Vervolgens hebben we een nacht met temperaturen van 14 of 15 graden. Wat wolkenvelden, misschien nog een opklaring. En het is wel op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend starten we droog, maar al snel ontwikkelen zich weer de eerste buien. Uiteindelijk in de middag de zwaarste in het noordoosten van het land. Weinig ruimte voor de zon en 20 of 21 graden. Dan gaan we naar de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Het blijft wisselvallig met vrijdag een beetje zon en een enkele bui. Zaterdag zou wel eens een regenachtige dag kunnen worden met flinke neerslaghoeveelheden. En dan wordt het maar 16 of 17 graden. Zondag begint het weer wat op te knappen, minder buien, wat meer ruimte voor de zon en temperaturen die alweer richting de 20 graden gaan oplopen. En dat is een trend die doorzet. Want begin volgende week wordt het wat warmer, krijgen we meer zon en neemt de neerslagkans af. Ik ben Marco Verhoef.